vanavond ontzettend veel politie in Schoonhoven-Noord. Wat is hier aan de hand? Nou, we gaan aan de gang met een inbraakpreventieactie waarbij we mensen bewust gaan maken van de mogelijkheden die ze soms aan inbrekers geven om hun huis of hun auto of wat ook binnen te komen. Uh-huh. En we zeggen altijd gelegenheid maakt de dief. En we proberen mensen erop attent te maken dat ze dievengilden geen gelegenheid geven. Daar komt het eigenlijk om neer. Ja, hartstikke goed. Maar wat gaan jullie dan precies doen? Wat houdt die actie dan in? Nou, we zoeken de samenwerking op met de gemeente en met de andere collega's van het basisteam Krimpende Waard en de studenten. En daarbij gaan we de wijk in en gaan we bij de mensen aan de deur. Okay, dus jullie spreken de mensen echt aan? We gaan echt de wijk in om inbraakgevoelige situaties op te zoeken. Dus bijvoorbeeld een auto die open staat of een laptop die op tafel staat of mensen die de deur niet dicht gedaan hebben of een kliko bij het aanbouwtje neergezet hebben waardoor inbrekers daar makkelijk op kunnen komen. En daar gaan we mensen op aanspreken en ze ook daadwerkelijk aanwijzen hoe ze dat aan kunnen pakken. Waarom Schoonhoven-Noord? Nou ja, sowieso zijn wij bij de wijkagenten Schoonhoven, dus vandaar Schoonhoven. En Schoonhoven-Noord schiet er toch wel een beetje uit wat betreft de woninginbraken. Omdat het dicht bevolkt is, rijtjeshuizen, aan de kanten opkunnend kunnen vluchten. Om het zo maar te zeggen, dus men kan alle kanten op om zo snel mogelijk weg te zijn. Ja. En in het centrum is dat toch iets meer ingesloten. Okay. En we gaan nu richting de tijd dat de klok achteruit gaat. En dat betekent ook dat het eerder donker is. Dus dat betekent soms ook dat het om 5 uur donker is en mensen om 6:30 pas thuis komen. Dus we zien daarin ook een verschuiving. Het gebeurt niet allemaal meer om 2:30 s'nachts. Want soms wordt er voor 10 uur 's avonds al ingebroken. Mm-hmm. Omdat het daardoor al goed zichtbaar is of mensen wel of niet thuis zijn. Wij lezen dan wel mee, maar als er echt iets is, moet je gewoon via het normale politiekanaal, dus bij nood 112, en anders via 09-8844. Maar als er iets aan de hand is en iemand wil even contact of even overleggen, dan kunnen ze ook via de buurt vragen en dan bij contact met u. Top. Ik ben bij deze wel benoemd tot burgemeester van Schoonhoven-Noord. Hè? Dat, mensen klimmen dan waarschijnlijk heel makkelijk op de bak, op hun zonnescherm. Want ik ben thuis. U bent nu thuis, maar doet u ook dicht als u niet thuis bent? Ja, ik wil het raam laten niet openen. Nee. Ja, we willen u wat adverteren dat het allemaal kan gebeuren. Ja, dat is goed. Hier gebruiken ze, kunnen ze de kliko gebruiken. We klimmen op de kliko en zo gaan we op het afdakje. Ja. Kijk, ik wil u ook niet onnodig bang maken. Nee. Aanbouwtjes zijn toch over het algemeen wel gevoelige plekken, zeg maar. Ik ga het er van de week gelijk over hebben. Doet die lamp het? Nee. Nee. Nou, dat is misschien ook een goede om een keertje te vervangen, dat als ze aankomen lopen en ze hebben gelijk licht, ja. Dan schrikken ze meestal al van. Ja. Ja? Ja.